Dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering van City Skylines. Op mijn moeder een beetje op de achtergrond. Ik zal even de facecam uitzetten, want anders dan space mijn green screen een beetje. Kijk maar. Space me een beetje. Ik kan wel iets meer kleur. Oh, nu zie je mijn stoel ook al niet meer. Wat zie je daar? Daar. Mijn microfoon is dat gewoon. Hij ziet hem een beetje pezen. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit, denk ik. Let's go do it. We gaan een Europa. Zo, ik heb het warm, jongens. We gaan een Europa map spelen. In de livestreams hebben we natuurlijk al de Westdeel 11. En natuurlijk al deze, de Grand River. Nu gaan we op de Froggy Hills, de oudste. Of Side B gaan we een andere keer doen. We gaan deze doen. 74% hebben we alles. En de city name is Bram Gaming City. En dan gaan we starten. Dat wou ik eventjes laten zien. En nu gaan we eventjes bijpraten. Wow, het is best donker. Oh, nee, meneer. Het is hier niet donker. Dat valt allemaal wel weer mee. Dus, tja, waar moet ik over praten? Ja, er zijn weer livestreams de laatste tijd. En ja, livestream vind ik ook veel leuker. Maar dat is gewoon oké, denk ik. Perfect. Nog even wachten. Nog even wachten. En dan zegt dat het gecrashed is, maar dat is natuurlijk helemaal niet. Is het helemaal niet. Nog even wachten, nou kom op. Duurt lang. Ja, ja, ja. Pom, 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 pom. En dan zitten we ineens in de stad, verder. De vorige opname, de eerste aflevering, was zelfs fout gegaan. Heel raar. Oh, nu gebeurt er wat. Gaat er verder laden. Was mijn camera nou aan het stotteren? Nou, dat willen we niet. We willen niet dat de camera gaat stotteren, natuurlijk. En er gebeurt wat. Hier zijn we dan. In het grote gebied. Wel wat bergen. Hier een berg. Hier een berg. Nou, dan kunnen we. Even kijken. Hier zit waarschijnlijk wat in de grond. Waar zit nog meer wat in de grond? Hier. Maar hier. Ja. Ja, nou ja, we gaan gewoon hier de woonwijk doen, denk ik, op de berg. En hier de industrie. Goed, let's go builden. Zo. Hoppa. We beginnen eens hiermee. En dan gaan we hier, hoppa. Niet heel veel wind in de rivier, dat is wel jammer. En deze stroom opwaarts en deze stroom afwaarts. En dan oké. Kost nogal wat. Zo, op de berg. Perfect. En wat zullen we nog meer? Dat was het wel weer. Powerlines natuurlijk. Dan kan ik weer zijn. Powerlines. Up. En up. En eventjes een power. Naar hier. Perfect zou ik zeggen.
Ja. Maak even iets meer toegankelijk voor de woningen natuurlijk. Achoo. Nog een keer. Oké. Goed, dus we kunnen dit nog wel even iets uitbreiden. We kunnen wel even een keer dit doen. Tussendoor. Dus naar daar zijn dat we zo helemaal ingaan. Oh, dat is misschien wel mooi. Wacht, dan neem ik even deze berg. Oké, laten we dan. Hé, dat is raar. Nou, laten we dan nu maar eerst eventjes water en zo er naartoe leiden. Zo. En dan kunnen we hier ook nog even de industrie uitbreiden. Als het eventueel nodig is. Ga je aankleden? Want papa is aan het douchen nu. Ja. Kan ik poetsen? Ja, ga ik zo doen. Goed. Dus nu. Nee, niet genoeg geld. We moeten 200. Oké, en let's go zone. Nou, in ieder geval gaat natuurlijk dit allemaal woningen worden. En dit allemaal industrie. Hoppa, en dit allemaal commercie. En go. Go, 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 go. Kom maar op met die auto's. Dit is de eerste auto die hier binnenkomt. Nee, hij haakt nog even af. Hij haakt nog even af. Hij ook. Helaas. Nee, 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 nee. Het zou gewoon een auto zijn, denk ik. Waar komen ze? Nee. Nee, nee, nee. Ze gaan allemaal hier af, jongens. Ze gaan allemaal hier af. Allemaal. Er heeft nog geen één auto gereden. Oké. Nog geen één auto gereden. Ja, daar komt er een. Tada. Huppakee. Oh, wacht even. We hebben natuurlijk helemaal niet zoveel budget nodig. Genoeg stroom en shit. Not operating. Not operating. Tuurlijk, dit heeft weer geen water hoor. Daar kan ik niks aan doen. En daar gaan we dan al onze Europa steden. Ik heb deze auto gedownload. De Doran. De Bram Gaming Car. De Bram Gaming Car. Kijk of ik hem nog ooit nog ergens tegenkomen. Ik denk het niet. Maar de stad die ontwikkelt zich lekker. Woningen worden gebouwd op de berg. Dus hier straks allemaal woningen zo. Op de berg. Medical, schools en landfill site. Dus laten we eventjes een landfill site maken. Dat even gelijk. Hier. En dan. Even kijken. Medical.
school. Ik heb gewoon niet genoeg geld voor. Maar wat we wel kunnen doen is eventjes deze waterpijpen. Hoppa. En het industriële gebied is ook alweer bijna uitgegroeid. Dus, nou, de woningen nog niet. Die kunnen nog lang bouwen. Dit mag ook allemaal woningen worden. Ze kunnen dit allemaal nog volbouwen, dus niet getreurd. Dan gaan we hier gaan we ongeveer zo weer een mooie weg maken. Zoiets, denk ik. En ik hoorde weer iets uit het Twitter-ding. Eén ding is zeker, wordt lekker gereden hier. Met autootjes. Ja hoor. Ja. Perfect. Goed. Nou, hier moet je wel even je handrem erop zetten. Anders dan, ja. Je snapt het. Ze kunnen bijna geen parkeerplaatsen meer vinden. Oké, daar gaat er heen. Ze komen allemaal hier naar de... Oh nee, kijk. Maar we hebben iets meer budget nodig voor de elektriciteit. Een afvalwagen, je hoeft hier niet naartoe. Er staat hier geen huis. Mag ik maar zo hard hier? Nee, nog harder toch. Er gaat hier. ...50% gevuld. Collecting garbage. Kom het industriegebied in. Oh. Dat was hem. Goed, dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Cities Skylines in Europa. En dan zeg ik, save the game als Bram Gaming. Ga dan toch niet meer naar dat Cities Skylines crasht. Crasht hem hard. Nee. Europa. Use Steam Cloud. Yes. Save it. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye.